Welkom bij deze instructievideo over Restaurant L Series. Mijn naam is Veerle. Vandaag ga ik jullie laten zien hoe je het kassasysteem kan inrichten voor een quick service restaurant. Ik geef jullie vandaag een rondleiding door de meest belangrijke functionaliteiten. We beginnen met de interface van de iPad en vervolgens schakelen we over naar de back-office. Lightspeed is een cloud-gebaseerd kassasysteem compatible op een iOS tablet. Dit kan een iPad, iPod of iPhone zijn. Hier vind je een overzicht van al je medewerkers. Het voordeel van al je medewerkers een eigen account geven is dat je met rechten kan werken. Je kan je medewerker laten in- en uitklokken, zodat je de uren kan registreren. En je kan precies terugzien wie wat heeft verkocht in de rapportages. Medewerkers kunnen toegang krijgen tot het bestelscherm via de gebruikerslogin of via de pinlogin, waar ze kunnen inloggen met een unieke code. Rechtsboven kunnen zichzelf in- en uitklokken, waarna ze hun dag kunnen starten. Laten we nu een bestelling opnemen van een gast die nu binnenkomt. Klik een medewerker aan om in het besteloverzicht terecht te komen. Hier vind je een menu wat je zelf kan aanpassen vanuit de back-office. Links vind je de categorieën waar je makkelijk doorheen kan navigeren. Met de categorieën kun je gemakkelijk je product sorteren. Bij favorieten vind je bijvoorbeeld je best verkopende producten. Vanuit hier kun je ze aantikken om ze aan de verkoop toe te voegen. Mocht je een fout maken, is deze makkelijk te verwijderen door naar links te swipen. Eventueel is het mogelijk om modifiers toe te passen op een product, zoals in dit voorbeeld met de steak, wat voor saus erbij mag en hoe het gebakken mag worden. Wanneer de bestelling compleet is, kunnen we rechtsonder direct afrekenen. Hier kies je de juiste betaalmethode. Eventueel kun je aangeven hoeveel cash je geeft, zodat er wordt getoond wat het wisselgeld zou moeten zijn. Vervolgens kun je direct de volgende klant helpen. Daarnaast bieden we nog extra betaalmogelijkheden aan. Wanneer je op meer drukt, verschijnen er extra opties die je kan configureren vanuit de back-office. De standaard opties zoals pin of contant betalen. Maar ook is het mogelijk om de rekening te splitsen in gelijke delen of op basis van geselecteerde items. Gasten kunnen betalen met een cadeaukaart of met hun krediet. Daarnaast is het mogelijk om betalingen op rekening te zetten en ze achteraf een factuur te sturen. Het is ook mogelijk om de bon naar de klant te e-mailen via e-mail receipt. In dit geval ga ik één gedeelte van het bedrag cash betalen en het resterende bedrag gaat via de pin. We bevinden ons in de back-office van Lightspeed L Series. Hier vind je het dashboard waar je dagelijks kan bekijken wat de huidige omzet is. Links vind je de navigatiebar. Vanuit hier kun je naar verschillende onderwerpen navigeren. Rapporten. Hier vind je de rapporten voor een goed overzicht van je verkoop. Zoals je ziet bieden we verschillende rapporten aan. Kastickets geven informatie weer over de rekeningen in het formaat van een tabel, staaf en taartdiagram. Het werkrapport geeft de in- en uitklooptijden van de gebruikers weer. Je kunt ook de in- en uitklooptijden van de gebruiker bewerken en eventueel het uitklokken van andere gebruikers dwingen. Rechtsboven geldt voor alle rapporten kunnen we een periode aanduiden van wanneer we informatie willen zien. Uur, dag, week en maandrapporten laten zien wat de omzet is van een specifieke periode. Als voorbeeld neem ik een export van het dagrapport, die je eventueel dagelijks zou kunnen ontvangen via de e-mail of vanaf de iPad zou kunnen afdrukken. Hier zie je een export in PDF. Je ziet ten eerste je totale omzet uitgesplitst in verschillende omzetcentra's. Dus dat was de baromzet en bijvoorbeeld je TKW-omzet. Vervolgens zie je totale omzet met eventuele kortingen die zijn gegeven. Je ziet het BTW hoog, laag. Vervolgens zie je hoe er is betaald. Dus wat er aan cashgeld is binnengekomen, wat er is gepind en wat er eventueel op andere manieren is betaald. Vervolgens zie je een void summary. Vanuit hier kun je precies zien hoeveel tickets er geannuleerd zijn of verwijderd zijn uit de kassa. Tot slot hebben we hier een overzicht van de verkoop. Per categorie kun je precies zien wat je hebt verkocht, de hoeveelheden en de totale omzet. De productrapporten geven de producten weer gesorteerd van best tot slechts verkopend. Een staafdiagram met de top 10 van best verkopende producten en een taartdiagram met de top 10 producten op basis van omzet.
Het categorierapport geeft de totale omzet per categorie weer in een staafdiagram. Tot slot bieden we geavanceerde rapportages aan. Het biedt eenvoudige, aanpasbare en uitgebreide meetgegevens voor gebruikers die gedetailleerde informatie wensen over hoe een restaurant presteert. Het is een extra module die op uw Lightspeed-account ingeschakeld moet worden. Vanuit het scherm Gebruikers in Restaurant Manager kun je voor iedere medewerker een gebruikersaccount toevoegen, bewerken en wissen. U kunt ook gebruikersgroepen aanmaken om de verschillende niveaus van toegang tot Lightspeed Restaurant van uw werknemers snel te sorteren. Om individuele gebruikerstoelatingen aan te passen, kunt u hun persoonlijke gebruikersrollen bewerken. Vanuit hier kun je ook een naam en gegevens invullen, eventueel een wachtwoord en eventueel een vloerplan en een tafel toekennen. Hier heb je een overzicht van de gebruikersgroepen. Je ziet dat hier bijvoorbeeld onderscheid wordt gemaakt tussen de manager, de ober en eventueel een student of part-timer. Vanuit de producten kun je de gehele menukaart organiseren. Categorieën organiseren uw producten in logische groepen, bijvoorbeeld voorgerechten en hoofdgerechten. We maken onderscheid in standaardcategorieën en snelkoppelingscategorieën. In een snelkoppelingscategorie worden producten gegroepeerd uit standaardcategorieën. U kunt bijvoorbeeld best verkopende producten groeperen tot een shortcut-categorie. De producten worden ingedeeld in categorieën en kunnen gecombineerd worden om bijvoorbeeld een keuzemenu te maken. Via plusproduct kunnen we gemakkelijk een product toevoegen. Hier geef je de naam van het product in en Lightspeed creëert ten alle tijde een PLU-code. Eventueel kun je een kijk of wijken de keukennaam ingeven en een prijs. Tot slot is het mogelijk om een afbeelding, beschrijving en btw-tarief toe te voegen. Geplande gebeurtenissen worden gebruikt om vooraf gedefinieerde kortingen op producten of categorieën vast te stellen. Zo kun je bijvoorbeeld op vrijdagmiddag tijdens Happy Hour je drankjes met 20% korting verkopen en wordt de korting automatisch toegepast. Toevoegingen zijn groepen van items die aan producten of categorieën toegewezen worden, waarmee je meer details aan de bestelling kunt toevoegen, zoals bijvoorbeeld aangeven hoe het vlees gebakken mag worden of welke toppings er op de pizza mogen. Aan toevoegingen kunnen positieve of negatieve prijzen gekoppeld worden om de totale prijs van een product te veranderen. Menus. Deze functie laat het toe om gespecialiseerde menus te creëren die uit verschillende categorieën bestaan. Je kunt wisselen tussen menus in restaurant POS. Dit geeft je de mogelijkheid om toegang te krijgen tot bepaalde menus op bepaalde tijdstippen of in een bepaald gedeelte van je zaak. In Lightspeed Restaurant worden vloeren gebruikt om je tafels in groepen te organiseren. Vloeren kunnen gebruikt worden om de actuele layout van uw restaurant weer te geven of om uw tafels te organiseren in verschillende groeperingen omwille van het gebruiksgemak. Je kunt zelf een achtergrond, kleur van de tafels, etc. toevoegen. Het is helemaal te customizen naar je eigen wens. Printers kunnen op verschillende manieren worden gebruikt binnen Lightspeed. Een keukenprinter kan bonnetjes printen van bestelde gerechten en een kasticketprinter kan de rekening afdrukken voor de klanten. We werken met printerprofielen in Restaurant Manager voor iedere fysieke printer in uw restaurant. Bijvoorbeeld bouwprinters, keukenprinters of kasticketprinters. Als u vier unieke printers in uw restaurant hebt, dan moet u vier printers in de Restaurant Manager geconfigureerd hebben. Je kunt aan iedere categorie een andere printer koppelen. Tot slot komen we aan bij de betaalmethode. Vanuit hier kun je verschillende betaaltypes configureren, zoals bijvoorbeeld cash, cadeaukaarten, etc. Ook hebben we een speciale module voor je cadeaubonnen. Hier zie je precies je verkochte waarde, de gebruikte waarde en de waarde die nog uitstaat aan cadeaubonnen. Tot zover even een korte introductie over Restaurant L-Series. Voor meer informatie kun je contact opnemen met jouw accountmanager en voor nu wens ik je een hele fijne dag.